Wanna speak real Dutch from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at dutchpod101.com. Hallo iedereen. Mijn naam is Gabriella. Nieuwjaarsdag, 1 januari. De dag waarop iedereen het afgelopen jaar achter zich laat en vol goede hoop het nieuwe jaar ingaat. Niet te vergeten dat deze dag een prachtig excuus is om eens een extra oliebol of appelvlak te nemen. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders oud en nieuw vieren. Al wordt de oliebol niet overal op de wereld gegeten, is hij wel bekend in vele landen. Weet u hoe ze de oliebol noemen in het buitenland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Nieuwjaarsdag begint precies na klokslag 12 uur middernacht op de eerste officiële dag van januari. Op dit moment klinken de meeste Nederlanders massaal hun glazen champagne en wensen wij iedereen het beste toe. Dit gaat gepaard met prachtige vuurwerkshows die door het hele land te zien zijn. Kinderen mogen op oudejaarsdag al vanaf 10 uur ochtends klein vuurwerk afsteken en het grote vuurwerk dat wordt natuurlijk bewaard voor de volwassenen om het nieuwe jaar mee in te knallen. Op Oudejaarsavond komt iedereen nog samen om onder het genot van een drankje en wat snacks naar de Oudejaarconferenties te kijken, op onder andere de publieke zenders en op de commerciële zenders als SBS en Veronica. De Oudejaarconferenties worden veelal gepresenteerd door bekende cabaretiers die een komische sketch hebben voorbereid met gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Vlak voordat het 12 uur is, worden de champagneflessen klaargezet. En kijkt iedereen naar de aftelling op de tv. Iedereen telt de laatste tien seconden hardop mee en wensen aan het eind elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. De dag na het nieuwe jaar is iedereen ontzettend moe, omdat er tot laat in de nacht door is gefeest. Maar dat houdt niet in dat iedereen in zijn bed blijft liggen. Integendeel zelfs. Langs de kusten van Nederland verzamelen duizenden mensen zich voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De plek waar de meeste mensen zich verzamelen, is aan de kust van Scheveningen in Den Haag. Voor veel Nederlanders is dit de enige echte manier om het nieuwe jaar fris te beginnen. Wist u dat tijdens de nieuwjaarsduik de temperatuur van het zeewater rond de 7 graden Celsius of zelfs kouder kan bedragen? En moet u dan voorstellen met alleen een simpele zwemslip of bikini? Brrr. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Weet u wat het Engelse woord voor oliebollen is? Oliebollen worden in het Engels Dutch Donuts of Dutchies genoemd. Zo kan u zien dat het een van oorsprong echte Nederlandse lekkernij is. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? En hoe veert u oud en nieuw in uw land? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Kerstmis. De 25e en 26e van december is de tijd van het jaar waar de winkelstraten worden versierd met lichtjes en veel dennengroen. Het is een gezellig feest met de familie. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders Kerstmis vieren. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De kerstavond luidt het begin in van het kerstfeest. Kerstavond valt dan ook elk jaar op 24 december, op de avond vlak voor kerstmis. De meeste mensen gaan deze avond naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. De middernachtmis op kerstavond is dan ook vaak de bezochte kerkdienst van het jaar. 25 december is de eerste kerstdag. En daarmee de eerste dag van het kerstfeest. De beste kerstdagen zijn natuurlijk het mooist als ze gevuld zijn met een mooi pak sneeuw. Wij noemen dit dan een witte kerst. De eerste kerstdag wordt vaak thuis met familie gevierd. S avonds komt iedereen bij elkaar en wordt er genoten van een mooi en hopelijk lekker kerstdiner. Voor het kerstdiner wordt er natuurlijk wat bijzonders voorbereid. Vaak komen er meerdere soorten groenten op tafel en wordt er wild gegeten. Rond de kerstdagen wordt er veel kalkoen en konijn verkocht, wat graag gegeten wordt met een veenbessensausje. In Nederland hebben we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, twee kerstdagen. Bij drie grote feesten in Nederland spreken we van een tweede vrije feestdag. Dit is het geval bij kerst, Pasen en Pinksteren. Een van de redenen voor deze extra dag is dat het mensen de kans geeft voor meer dan maar één kerkgang. Veel mensen maken gebruik van deze dag door onder andere te gaan winkelen of om op visite te gaan bij overige familieleden of kennissen. In veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten worden aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen verbrand bij een zogeheten kerstboomverbranding. Veel kinderen verzamelen de kerstbomen op een daarvoor bestemde brandplaats. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? Het sneeuwklokje. Een prachtige witte bloem die bloeiend te vinden is van januari tot en met april. De bloem groeit aan de ongeveer 25 cm lange bloemenstengel en hangt naar beneden. De lange, smalle bladeren van de bloem vallen bal op de stamper heen en heeft de bloem wat weg van een kerkklok. Dit is een iconisch symbool tijdens de kerstdagen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Hoe vieren ze kerstmis bij u thuis? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. Sint-Nicolaas komt ieder jaar met zijn verjaardag op 5 december naar Nederland toe om dit samen met ons te vieren. Hoewel de meeste Nederlanders hiermee zijn opgegroeid. Is de Goed heilige man voor veel niet-Nederlanders een totaal nieuwe verschijning? We gaan dus even kennismaken. In deze les zal u kennismaken met Sinterklaas. Weet u waar de Goede Sint volgens de geschiedenisboeken oorspronkelijk vandaan komt? We zullen het antwoord verraden aan het eind van deze video. De Sint en Sint Pieten komen half november met de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland. Vanaf dit moment mogen kinderen hun schoen bij de kachel zetten voor de Pieten om er een klein cadeautje in te doen. Bijvoorbeeld een chocoladeletter. Alle kinderen zingen een speciaal liedje voor de Sint en zijn Pieten tijdens het zetten van hun schoenen en volgen ze dagelijks de nationale televisie, het Sinterklaasjournaal, die de kinderen op de hoogte houdt van wat de Sint doet. Op 5 december is de Sint jarig en is het pakjesavond. Die avond brengt de Sint bij alle kinderen in Nederland een grote jutezaak vol cadeautjes langs. Ook volwassenen vieren pakjesavond en geven elkaar cadeautjes uit naam van de Sint. Gebruikelijk komt dit samen met een Sinterklaas gedicht en wordt het cadeautje verpakt als verrassing. Door van tevoren naamloodjes te trekken weet je voor wie je een surprise mag maken. Zwarte Piet is het hulpje van Sinterklaas. Veel kinderen zijn gek op de pieten, want ze halen kattenkwaad uit, dansen grappig en strooien met lekkers. Ze klimmen op daken en komen s'nachts door de schoorsteen heen om een cadeautje in je schoen te stoppen. Maar dat geldt alleen voor kinderen die in dat jaar lief zijn geweest. Kinderen die niet lief zijn geweest mogen mee in de zak terug naar Spanje. In Nederland is de naam van het paard van Sinterklaas Amerigo. Ook kennen wij hem als schimmel. Maar in Vlaanderen heet het paard van Sinterklaas slecht weer vandaag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar de Sint oorspronkelijk vandaan komt? Sinterklaas is ongeveer 1700 jaar geleden geboren in het plaatsje Patara, dat nu in Turkije ligt en niet in Spanje zoals de meeste Nederlanders denken. De locatie van het officiële hoofdkantoor van de Sint is natuurlijk geheim. Als je dit jaar stout bent geweest en hij je in de zak mee terugneemt, is het maar de vraag of je naar Spanje of naar Turkije gaat. Hoe vond u deze les? Heeft u nog iets interessants kunnen leren? Gaat u dit jaar ook uw schoen zetten? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De datum waarop Pasen valt is moeilijk te bepalen. Het hangt namelijk af van twee astronomische elementen, het begin van de lente en de volle maan. Wat met zekerheid gezegd kan worden, is dat Pasen niet vroeger kan vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. In deze les leg ik uit wat Pasen en de dagen rondom Pasen nou precies inhouden. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de Paastoespraak? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Witte donderdag en Goede Vrijdag zijn de twee dagen voor Pasen waarop Nederland Jezus zijn laatste dagen herdenkt. Op witte donderdag herdenken we dus het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De dag hierna noemen wij Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus op de Calvaryberg vlakbij Jeruzalem werd gekruisigd. De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit dat Jezus zich opofferde voor de mensheid en ter vergeving van de door mensen begaande zonden. Tijdens deze dagen wordt er met de familie altijd uitbundig gegeten tijdens het paasontbijt of de paasbrunch. Met Pasen vieren christenen over de hele wereld feest. Niet alleen in Nederland dus. Ze vieren de wederopstanding van Jezus Christus. Deze stierf volgens de Bijbel aan het kruis op een Goede Vrijdag. Maar kwam na drie dagen weer uit de dood terug. De christenen vieren het feit dat Jezus Christus voor iedereen zonde is gestorven en door weer op te staan gewonnen heeft van de dood. Als je vlak voor Pasen door een Nederlandse supermarkt loopt, dan zult u zien dat er niet veel traditionele Bijbelse symbolen te vinden zijn in de rekken van de supermarkt. Wat wel overal te zien is, zijn chocoladehazen, paaseieren in verschillende soorten chocola. En kleine verfzetjes om samen met de kinderen tijdens het paasontbijt de eieren te verven. Later worden de eieren verstopt. Tussen het christelijke Pasen en het Joodse Pasaag zit eigenlijk weinig verschil. Het gaat immers beiden om de messias en zijn daden. Alleen ligt bij Pazen de nadruk meer op de uittocht uit Egypte, en bij Pasen ligt de nadruk meer op de opstanding. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de paastoespraak? Omdat Nederland verantwoordelijk is voor de bloemen die de paasmis versieren op het Sint-Pietersplein, krijgt Nederland ieder jaar een beetje extra aandacht van de paus. Zo zegt de paus ieder jaar tijdens het Urbi, het Orbi, bedankt voor die bloemen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Weet u wanneer paas in dit jaar valt? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hoera! 27 april, het is Koningsdag! En elk jaar hopen we natuurlijk op de zon, want alleen dan trekken we er massaal op uit natuurlijk. Of misschien een drankje op het terras, of wat rommelmarkten opzoeken om te snuffelen. In deze les zal u aan de weet komen waarom Nederlanders eens per jaar volledig in het oranje gekleed de straat op gaan om samen met elkaar feest te vieren. Weet u welke kleur naast oranje ook prima passen op Koningsdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Koningsdag, voorheen Koninginnedag. Is een nationaal erkende feestdag waarbij alles letterlijk draait om feesten en plezier maken. De pret begint al tijdens de Koningsnacht, de nacht voorafgaand aan Koningsdag, waarbij iedereen verkleed in Oranje naar de steden trekt. Koningsdag valt op de verjaardag van Koning Willem Alexander op 27 april. Maar als deze op een zondag valt, dan wordt het een dag eerder of later gevierd. Net als koningin Wilhelmina en koningin Juliana dat voorheen deden, viert ook koning Willem Alexander deze dag op zijn verjaardag. Dit in tegenstelling tot koningin Beatrix, die vierde koninginendag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Dit kwam omdat volgens koningin Beatrix januari te koud was voor festiviteiten. Tijdens de koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander en Koningin Maxima Saragieta, samen met andere leden van de Koninklijke Familie, verschillende feesten door Nederland heen. Samen met de media neemt het Koninklijke Paar deel in verschillende parades en andere festiviteiten, zoals de Vrijmarkt in Maastricht of het jaarlijkse festival op het Museumplein. Deze bezoeken zijn bij iedereen thuis op televisie te volgen op de zenders Nederland 1, 2 en 3 zal het meeste Oranje-nieuws uitzenden omdat deze zenders bij de publieke omroepzenders horen. Ieder jaar is er op het Museumplein in Amsterdam een gigantisch festival, wat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is zo populair dat de naam Museumplein ook wel bekend staat als Oranjeplein, en dit maakt het ook de juiste plek om Koningsdag te vieren. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? Naast de kleur oranje passen de kleuren rood, wit, blauw ook prima op de verjaardag van onze koning. Deze kleuren zijn namelijk van onze vlag en sluiten de kleuren van onze vlag volledig aan bij de kleur van ons koningshuis. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke kleuren heeft de vlag van uw land? En komt u ook uit een koninkrijk? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com. Tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Pinksteren komt precies 10 dagen na Hemelvaartsdag en 49 dagen na Pasen. Net als kerstmis en Pasen, kent Pinksteren ook een tweede dag waarop gevierd wordt. In deze les gaan we u uitleggen wat Pinksteren en Hemelvaartsdag inhoudt en hoe wij dit in Nederland vieren. Weet u wat het Griekse woord Pentekosten in het Nederlands betekent? We zullen het antwoord onthullen aan het eind van deze video. Veel mensen in Nederland zien Pinksteren alleen als een dag vrij. Vooral voor de jeugd heeft Pinksteren deze betekenis. Maar we weten allemaal dat er een veel groter verhaal achter Pinksteren zit. Pinksteren is namelijk ontstaan uit het Joodse Wekenfeest. Die ook wel sjafoet genoemd wordt. Waar vroeger Pinksteren alleen maar een dankfeest was voor het binnenhalen van een goede oogst, heeft Pinksteren sinds de tweede eeuw na Christus een nieuwe betekenis. Namelijk de dag waarop we het verbond tussen God en Israël herdenken. Hemelvaartsdag is een dag waarop we herdenken dat Jezus Christus definitief zijn weg terug naar de hemel heeft gevonden omdat Pasen ieder jaar op een andere dag valt, doet Hemelvaartsdag dat ook. Hemelvaartsdag is precies 40 dagen na Pasen en valt altijd op een donderdag, omdat Pasen altijd op een zondag valt. Lastig hè? Omdat ambtenaren en veel andere werknemers een verplichte vrije dag hebben en de winkels gewoon open zijn, gaat iedereen erop uit om in de grotere steden als Amsterdam en Utrecht te shoppen. Pinkpop is een jaarlijks driedaags popfestival in Landgraaf, dat in het weekeinde van Pinksteren plaatsvindt. Het festival duurt drie dagen en trekt per dag ongeveer 60.000 mensen. Pinkpop is een van de langstlopende jaarlijks terugkerende popfestivalen ter wereld. In principe wordt het evenement altijd met Pinksteren gehouden, maar valt Pinksteren vroeg in het jaar, dan wordt het in een ander weekend gevierd dat in of dichter bij de maand juni ligt. Rond de maand juni zijn de meeste bands op tour door Europa, wegens de vele festivalen hier. Veel bezoekers dragen tijdens het festival het iconische roze pinkpoppetje. Wist u dat de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag behoren tot de drie meest populaire steden om te gaan winkelen op een vrije dag? Naast het eindeloze aanbod van winkels, uitgaansgelegenheden. Restaurants en musea, staat Den Haag ook bekend om zijn stranden. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat het Griekse woord Penticasti in het Nederlands betekent? Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord Penticasti, wat vijftig betekent. Dit refereert naar de dag waarop Pinksteren wordt gevierd. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Begrijpt u nu hoe wij de datum van Pinksteren berekenen? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Het beroemde feest carnaval begint met de vaste tijd 40 dagen voor eerste paasdag. De eerste carnavalsdag valt dan 6 weken voor eerste paasdag. Carnaval begint officieel op zondag en duurt tot en met de volgende dinsdag. Alleen in Nederland wil het feest vaak nog wel eens eerder beginnen. Vaak begint het feesten al op donderdag... en soms zelfs al op de woensdag voor carnaval. In deze les gaan we u vertellen over de gewoontes... die bij de Nederlandse carnavalsviering horen. Welk getal staat centraal tijdens de carnavalsdagen... en staat ook wel bekend als het gekkengetaal? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag. In Nederland is er echter ook sprake van een carnavalsseizoen... dat op 11 november om 11 minuten over 11 begint. In Nederland wordt deze start van het seizoen in ieder carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. In Maastricht vindt op die dag een grote manifestatie plaats. Die ieder jaar zo'n 30.000 bezoekers trekt. Het getal elf is van oudsher het getal van dwazen en narren en duikt veel op. Oorspronkelijk was carnaval een eetfestijn. Een laatste keer om eens goed te eten, voordat de 40 dagen vasten zouden beginnen. Alles werd in ieder huishouden tot op de kruimel opgegeten, omdat het tijdens het vasten anders zou bederven. En dat zou natuurlijk zonde zijn. De reden van het vasten is om de 40 dagen te gedenken waarin Jezus zich in de woestijn bevond met alleen het broodnodige. Tegenwoordig wordt er in Nederland niet meer echt gevast, maar wordt het op een andere, zeer opmerkelijke manier gevierd. Tijdens de carnaval is de bekendmaking van de prins een van de belangrijkste gebeurtenissen. De prinsonthulling trekt daarom altijd vele bezoekers. Prins Carnaval is meestal iemand die in het verleden actief is geweest in het plaatselijke carnavalsleven. Of is de prins een bekend persoon, zoals de voorzitter van een lokale voetbalclub of de eigenaar van een groot bedrijf. Je kunt niets speciaals doen om uitgekozen te worden als prins. Heel soms kun je jezelf beschikbaar stellen, maar vaak bepalen de carnavalsverenigingen de prins zelf. Wist u dat de carnavalsteden en dorpen een tijdelijke carnavalsnaam krijgen? Zo wordt bijvoorbeeld Tilburg, Kruikenstad, Eindhoven, Lampegaat, Sartogenbos Oeteldonk, Sittard, het Marotteriek en zo nog vele andere. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Welk getal staat centraal tijdens de carnavalsdagen? Het getal 11, ook wel gezien als het dwaasen of gekkengetal. Wist u dat als u de letters van het woord gekkengetal optelt, dat u uitkomt op precies elf letters? De bekende carnavalskreet alaaf is dan ook een verbastering van het woord elf. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Als wat zou u verkleed willen gaan met carnaval? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen! Mijn naam is Gabriella. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenkingsdag in Nederland worden alle oorlogsslachtoffers om precies 20 uur 2 minuten herdacht. In alle gemeentes in Nederland zijn er herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. In deze les zullen we u leren hoe wij in Nederland de oorlogsslachtoffers herdenken tijdens onze Nationale Herdenkingsdag. Weet u waarom wij in Nederland Dodenherdenking op 4 mei organiseren? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. In alle gemeentes in Nederland zijn er herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument. Tussen 8 uur en 2 over 8 s avonds houden wij 2 minuten stilte. Tijdens deze twee minuten wijden wij onze gedachten aan de gesneuvelden en de mensen die nog steeds te kampen hebben met de moeilijkheden die voortgekomen zijn uit de Tweede Wereldoorlog. De grootste en meest belangrijke samenkomst tijdens de Nationale Dodenherdenking in Nederland vindt plaats op de Dam in Amsterdam. De herdenking begint met een bijeenkomst voor overlevenden en nabestaanden in de nieuwe kerk. Vervolgens bij het Nationaal Monument op de Dam legt Koningin Beatrix daarna een krans en om precies 8 uur s'avonds luidt een trompetgeschal. Heel het land is nu twee minuten stil. Het is een Nederlands gebruik om de Nederlandse vlag op halfstok te hangen van 6 uur s'avonds tot zonsondergang. Na de twee minuten stilte is de herdenking nog niet afgelopen. Hiernaast zijn er nog activiteiten, zoals kransen en bloemen leggen. Om die reden begint de vlag halfstok tot zonsondergang. Veel openbare gelegenheden houden rekening met de dodenherdenking. Dat betekent geen muziek en geen activiteiten tussen kwart voor acht en kwart over acht 's avonds. Het moet in ieder geval voor iedereen mogelijk zijn om deze twee minuten stil te zijn. Wist u dat Nederland het enige land is dat de herdenking en bevrijding op deze manier combineert? Denemarken bijvoorbeeld organiseert maar eens in de vijf jaar een herdenking. En Frankrijk heeft twee herdenkingsdagen, één voor iedere wereldoorlog. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waarom wij in Nederland dodenherdenking op 4 mei organiseren? Nederlandse leden van voormalige verzetsgroepen en nabestaanden besloten om op de avond voor bevrijdingsdag op verschillende plaatsen in het land stille tochten te houden naar de plaatsen waar hun dierbaren tijdens de oorlog overleden zijn. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Bent u dit jaar samen met ons stil op dode herdenking? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Op Bevrijdingsdag wordt de bevrijding van Nederland in 1945 gevierd. Op dezelfde dag vieren wij ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië. Op 5 mei staat Nederland stil bij de grote waarden van vrijheid, democratie en mensenrechten. In deze les zullen we u uitleggen wat de tradities zijn rondom Bevrijdingsdag. Weet u op welke andere dag de vier vrijheidswimpel ook gebruikt kan worden? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Bevrijdingsdag begint altijd met een inhoudelijk ochtendprogramma. Deze stadnationale viering van de Bevrijding wordt ieder jaar in een andere provincie gehouden. Het programma vormt de overgang tussen de dodenherdenking op 4 mei en het feest op 5 mei. Een prominente Nederlander, zoals de minister-president, houdt de 5 mei-lezing over het centrale thema van het jaar. Daarna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit is het startzijn voor alle bevrijdingsfestivalen en andere festiviteiten in het land om te mogen beginnen. De Tweede Wereldoorlog is in 1945 geëindigd. Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse en Japanse bezettingen. In Hotel de Wereld in Wageningen werd er op die dag de capitulatie van Duitsland ondertekend en was Nederland een vrij land. Veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn al oud of bijna overleden. Er zijn ieder jaar steeds minder mensen in Nederland die zich de Tweede Wereldoorlog kunnen herinneren. Dit betekent niet dat Herdenkingsdag of Bevrijdingsdag wordt afgeschaft. Ook zonder oorlog blijft het herdenken en vieren van onze vrijheid belangrijk. De Nederlandse vlag hangt op 5 mei van zonsopgang tot zonsondergang in de top van de vlaggenmast. Alleen zonder oranje wimpel. Daarvoor in de plaats wordt de vier vrijheidswimpel gebruikt. Een wimpel met een rood-blauw logo. En een fakkel met een vrijheidsvuur en de tekst Vier Vrijheid. Omdat het gaat om een nationale viering zijn andere vlaggen ook toegestaan op deze dag, zoals de provincievlag, de gemeentevlag, vlaggen van de landen binnen het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk en vlaggen van overige landen. In Nederland worden elk jaar 13 bevrijdingsfestivalen georganiseerd. Er worden bekende Nederlanders aangewezen als ambassadeurs van de vrijheid en vervolgens per helikopter naar de bevrijdingsfestivals vervoerd. Ze geven de hele dag optredens en voeren actie onder het motto Vrijheid maak je met elkaar. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u op welke andere dag de vier vrijheidswimpel ook gebruikt kan worden? Deze wimpel wordt naast deze dag ook gebruikt op 15 augustus. Dan wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië gevierd. Op deze dag worden de slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië herdacht. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Worden er in uw land ook oorlogsslachtoffers herdacht? En op welke dag? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen! Mijn naam is Gabriella. Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag, oftewel de opening van het vergaderjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Op deze dag wordt de troonrede door de Koning uitgesproken en biedt de minister van Financiën de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan. In deze les leren we u over de gebruiken rondom Prinsjesdag en waar deze gebruiken allemaal vandaan komen. Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse speech van de koning wordt geëindigd? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Rijksbegroting en de miljoenen nota voor het nieuwe jaar bestaan uit voorstellen van nieuwe wetten. Voor goedkeuring worden deze van tevoren in de Eerste en Tweede Kamer besproken. Omdat daar best wat tijd voor nodig is, moeten de plannen ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Daarom is de datum van Prinsjesdag de derde dinsdag in september. Vroeger rond 1850 was Prinsjesdag op de derde maandag in september. Maar omdat sommige Kamerleden hierdoor moesten vertrekken, op een zondag is de datum verplaatst naar een dinsdag. Alleen op Prinsjesdag gaat de Gouden Koets naar buiten. De Gouden Koets staat vrijwel het gehele jaar in de Koninklijke Stallen achter het paleis Noordeinde in Den Haag. Alleen op Prinsjesdag. Mag en gaat het rijtuig naar buiten voor een tocht van enkele kilometers naar het binnenhof en weer terug. Slechts bij hoge uitzondering bestaat de mogelijkheid de Gouden Koets van dichtbij te bekijken. De Gouden Koets was ooit van dichtbij te bewonderen en een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar deze tentoonstelling was er maar voor één jaar. Het beroemde koffertje waarin de minister van Financiën de miljoenen nota aanbiedt, bestaat al sinds 1947. De toenmalige minister van Financiën, Leeftink, wilde Prinsjesdag wat chieker maken en besloot de stukken in een fraai koffertje met zich mee te nemen. Dit gebruik werd tien jaar in stand gehouden totdat minister Hofstra de traditie verbrak door de rijksbegroting gewoon in zijn tas mee te nemen. Dit viel bij veel studenten niet in goede aarde en besloten zij om de minister zelf maar een koffertje aan te bieden. De koffer die de minister nu gebruikt is al in gebruik sinds 1964. Prinsjesdag is al sinds 1815 een jaarlijkse terugkerende Nederlandse traditie. Alleen was het toen nog niet de Prinsjesdag zoals we die nu kennen. De gouden koets bestond toen nog niet. Deze werd voor het eerst in 1903 gebruikt. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse rede van de koning wordt geëindigd? Na het lezen van de troonrede roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering Leven de koning! Waarop alle aanwezigen antwoorden met hoera, hoera, hoera. Hierna verlaat de koning de zaal naar de naastgelegen koningskamer. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Komen wij u binnenkort tegen bij Paleis Noordeinde om de Gouden Koets te zien? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Elk jaar op 14 februari is het Valentijnsdag. Eén dag per jaar, geheel in het teken van romantiek, liefde en een klein beetje mystiek. Geheime aanbidders veroveren hun geliefde door gedichten en chocolade. Postbodes worden opgewacht en brieven, ook wel Valentijns genoemd, worden met trillende handen opengemaakt. In deze les gaan we u leren hoe Valentijnsdag wordt gevierd in Nederland. Weet u welke bloem naast de roos ook symbool staat voor de liefde? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Op 14 februari rond het jaar 300 werd een jonge Romein, Valentijn genaamd, geslagen en onthoofd omdat hij het christendom niet wilde verlogenen. Voor het dochtertje van de gevangenenbewaarder die hem bewaakte en met wie hij bevriend was geworden, liet hij een briefje achter met daarop de tekst van je Valentijn. Sindsdien werd deze dag een dag voor de vriendschap. Rond de middeleeuwen werd dit verhaal gecombineerd met de vruchtbaarheid van de liefdesgod Cupido en ontstond Valentijnsdag zoals we dat nu kennen, de dag van de liefde. Tot ongeveer 70 jaar geleden had Nederland niet veel met Valentijnsdag. Eind jaren 40 ging het namelijk niet goed met de binnenlandse vraag naar bloemen, in tegenstelling tot de geweldige export ervan. Het voorstel van een bestuurslid van de Nederlandse bloemisterij en Valentijn ook in Nederland in te voeren, bracht hier verandering in. Juist rond de Valentijnsdag worden de grootste hoeveelheden bloemen aan Amerika verkocht en geëxporteerd. Waarom Valentijnsdag dan niet vieren in ons eigen land? In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk het karakter van een dag voor vriendschap. Een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Niet speciaal tegenover je liefde, maar ook naar bijzondere mensen. De Nederlandse tv-programma's zijn dan ook in de ban van de romantiek. En zijn tv-programma's als All You Need Is Love en Love Letters ontzettend populair. In deze programma's worden geliefden weer bij elkaar gebracht, na van elkaar gescheiden te zijn geweest. De liefdesdokter brengt ze dan weer bij elkaar en geeft de partners de mogelijkheid om op tv elkaar te zeggen hoeveel ze van elkaar houden. Valentijnsdag in Nederland lijkt geen aanleiding te geven tot creativiteit. De laatste tien jaar zijn de populairste geschenken hetzelfde gebleven. Op 14 februari zijn parfum, lingerie en bloemen nog steeds de meest populaire verrassingen. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: weet u welke bloem naast de roos ook symbool staat voor de liefde? Rode en witte rozen samen in een boeket staan universeel voor een eeuwige ware liefde en vormen wellicht het ultieme Valentijnsboeket. Alleen in Nederland staat de rode tulip ook voor de liefdesverklaring, samen met de gele tulip die staat voor de perfecte liefde. Iedere kleur tulip staat voor verbondenheid. Hoe vond u deze les? Heeft u nog iets interessants kunnen leren? Heeft u al een Valentijn dit jaar? Of heeft u iemand op het oog? Laat het diegene weten. Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com en tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Drie koningen, ook wel de Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd, is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Tijdens deze viering herdenken we de wijzen uit het Oosten die een ster zagen. En deze als richting gebruikten om de koning van de Joden te vinden. Nadat ze in Bethlehem waren aangekomen, vonden ze de pasgeboren Jezus in zijn kribben. In deze les leest u over de drie koningen. Hoe heten de drie wijzen uit het oosten? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Bij kerken of in het kerkportaal wordt er rond drie koningen ieder jaar een toneelstukje opgevoerd met Maria, Jozef, het kindje Jezus, de ezel, de os, Herodes en de drie wijzen. Vaak wordt dit georganiseerd door basisscholen. In Maastricht wordt er naast een toneelstukje jaarlijks een levende drie koningen stoet door de binnenstad van Maastricht georganiseerd. Geheel gecostumeerd trekken de koningen op paarden en kamelen door de stad. In de stoet lopen ook herders met ezels en schapen en uiteraard Maria en Jozef met het kindje Jezus mee. Kinderen worden uitgenodigd om met lampionnen mee te lopen. Drie Koningen was vroeger net zoals Pasen, dat was van oorsprong een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Drie Koningen de weiding van het water plaats. Dit houdt in dat met wijwater huizen kunnen worden gezegend als de bewoner dat natuurlijk ook zelf wilt. Bij deze huiszegen schrijft men met krijt de letters C en B op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan vaak op of naast de deur staan tot Pinksteren. De letters staan voor de Latijnse spreuk voor Christus zegen dit huis. Kinderen lopen de avond voor drie koningen in groepjes van drie, verkleed met een kroon, langs de deuren. Een van de kinderen heeft een zwart gemaakt gezicht omdat een lid van de drie wijzen een getinte koning was met een baard. Ze dragen daarbij lampionnen en zingen. Als beloning voor het zingen krijgen de kinderen eten, snoep of geld. De lampionnen zijn een overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze geesten te verjagen. Het snoepgoed dat wordt uitgedeeld stamt van heidense offermalen. Het wijwater dat er wordt gewijd tijdens de vigiliën op de avond voor drie koningen, wordt gezien als het meest krachtige wijwater. In Midden- en Oost-Europa wordt het gebruikt om alle ziekten te weren voor mens, dier en om duivelse invloeden te neutraliseren. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Hoe heten de drie wijzen uit het oosten? De namen van de drie wijzen uit het oosten zijn. Melchior, Balthasar en Casper. Het getal 3 heeft men afgeleid van wat de drie wijzen gaven. Goud, wierook en mirre. Hetgeen wat Jezus ontving vlak na zijn geboorte. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Kunt u de namen van de drie wijzen nog herinneren? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen! Mijn naam is Gabriella. Op de avond van 31 oktober gaan wereldwijd kinderen verkleed langs de deuren voor het engste feest van het jaar, Halloween. Ze dragen enge kostuums en roepen snoep of je leven op het moment dat de deur open wordt gedaan. Als ze geslaagd zijn om diegene die de deur open doet te laten schrikken, dan worden ze getracteerd op een lekker snoepje. In deze les gaan we u leren hoe in Nederland het engste feest van het jaar wordt gevierd. Welke groente wordt in Nederland nog meer gebruikt als lampiaan? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Halloween wordt in Nederland niet echt gevierd. Toch doordat we het ieder jaar op televisie zien, wordt het feest steeds populairder in Nederland en nemen we de traditie zo zachtjes aan over van Amerika, Engeland en Canada. In deze landen wordt Halloween bijvoorbeeld nooit overgeslagen. Mensen versieren daar hun huizen met lichtjes en stallen pompoenen uit. Deze pompoenen zijn uitgehold en er brandt een kaarsje in. Op Halloween is ieder jaar redelijk wat kritiek. Een groot deel van Nederland vindt het een feest met een commercieel karakter. Maar de laatste jaren willen Nederlanders toch niet zonder Halloween, omdat het feest mooi past tussen de feestloze dagen, tussen de zomervakantie en Sinterklaas. Nederland kent ook een eigen variant voor Halloween, namelijk Sint Maarten, wat ongeveer twee weken later gevierd wordt, namelijk op 11 november. Kinderen lopen, net als met Halloween, met lampionnen en zingen speciale Sint Maartensliedjes voor snoep. Tijdens het jaarlijkse Halloween, Fright Nights, in het beroemde pretpark Walibi Flevoland zijn de attracties s'avonds geopend en vanaf 6 uur s'avonds komen de zogenaamde scare actors. Dit zijn acteurs die de bezoekers te stuipen op het live proberen te jagen. En dat doen ze vaak met succes. Tijdens deze Fright Nights zijn er verschillende populaire Halloween shows, zoals The Haunted Houses en The Scare Zones. Niet alleen Walibi organiseert iets met Halloween, maar ook Hellendoren, veranderd in Heksendoren, en zijn hier extra activiteiten tijdens de Halloween-periode. Wist u dat Halloween kan worden beschouwd als een van de oudste feestdagen tot op heden? Halloween heeft namelijk een zeer rijke geschiedenis. Eigenlijk is Halloween een combinatie van drie winterfeesten. Namelijk het Samhain van de Kelten, Pomona van de Romeinen en het Allerheiligen en Allerzielen vanuit het Christendom. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Welke groente wordt in Nederland nog meer gebruikt als lampion? Een uitgeholde pompoen met daarin een kaarsje is het officiële symbool van Halloween. Ook in Nederland zie je dit symbool overal rond oktober, maar gebruiken wij in Nederland ook suikerbieten om uit te halen en vervolgens te gebruiken als lampion. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u uw kostuum al klaar liggen voor Halloween? Als wie of wat gaat u verkleed dit jaar? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Moederdag en Vaderdag zijn dagen die gevierd worden door de kinderen. Moederdag op de tweede zondag van mei en Vaderdag op de derde zondag van juni. Ouders worden op deze dagen bedankt voor alle dingen die ze doen voor de kinderen en het gezin. Alle dagelijkse dingen die normaal voor lief worden genomen, krijgen extra aandacht tijdens deze ene dag in het jaar. In deze les leggen we uit waarom er een speciale dag voor vaders en moeders is. Welke dag was er, denkt u eerder? Moederdag of vaderdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Moederdag vieren we met de gedachte dat onze moeders het hele jaar het gezinsleven met de bijhorende zorgtaken op zich nemen en dat eigenlijk altijd al hebben gedaan. Op deze ene dag in het jaar wordt Moederlief vrijgesteld van haar taken en op een voetstuk geplaatst. Kinderen leggen de moeder in de watten en begint de dag vaak met ontbijt op bed plus een cadeautje. Met hele jonge kinderen wordt het cadeautje vaak een week van tevoren al gemaakt op school. Op een latere leeftijd wordt het al gauw een bloemetje of zelfs een luchtje. Net als wat Moederdag voor moeders doet, doet Vaderdag hetzelfde voor vaders. Vaak krijgt de vader op vaderdag van zijn kinderen ontbijt op bed. Ook geven de kleinere kinderen knutselwerkjes die zij zelf op de basisschool voor hun vader hebben gemaakt. Verder zijn de cadeautjes typische mannencadeaus die in winkels, etalages met de nodige reclame duidelijk in beeld worden gebracht. Traditionele voorbeelden zijn overhemden, stropdassen en sokken, maar ook scheerapparaten en elektronica. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat alle door kinderen verwende ouders vaak ook nog ouders hebben om in de watten te leggen. Op hun beurt gaan volwassenen met de kinderen dikwijls op bezoek bij hun moeder en vader, inmiddels grootmoeder en grootvader, eveneens met een klein cadeautje. Vaak wordt er lekker geluncht met gebak of soep met belegde broodjes. Moederdag en Vaderdag is niet te vergissen voor Mamadag en Papadag. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat beide ouders werken en de kinderen op de basisschool en een kinderdagverblijf de dagen doorbrengen. Om dit tot een minimum te brengen hebben we een mama en papadag. En nu het antwoord op de Christmas zojuist. Welke dag was er, denkt u eerder, Moederdag of Vaderdag? Moederdag werd al tien jaar in Nederland gevierd. Voordat de eerste officiële Vaderdag dat werd, Moederdag begon rond 1925 in Nederland en Vaderdag pas vanaf 1937. Officieel was Moederdag dus eerder, dus lopen de vaders nog tien jaar met cadeautjes achter. Hoe vindt u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Wat gaat u kopen voor uw moeder of vader dit jaar? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Een kat of hond, een ratje of muis, vogel, goudvis, konijn of cavia. De meerderheid van de Nederlanders heeft thuis een huisdier rondlopen, groot of klein. Omdat verjaardagen van huisdieren niet gevierd worden, hebben we in Nederland op 4 oktober Werelddierendag, waarop huisdieren en dieren in het algemeen extra aandacht krijgen. In deze les leren we u hoe dierendag in Nederland wordt gevierd. Welk huisdier komt volgens u het meeste voor in Nederland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Als u bij verwennen alleen aan een extra snoepje denkt of een snack, dan bent u al op de goede weg. Maar in Nederland weten wij nog wel meer dingen te verzinnen om aan onze huisdieren te geven. Zo hebben wij bier voor onze dieren, speciale slobbershoe en verschillende spa's voor dieren om uw huisdierendagje een vakantie te geven. Veel mensen die in de stedelijke gebieden wonen, trekken er met hun huisdier voor een dagje op uit. En maken een extra lange wandeling door een bos of een park. In de stad zijn er maar weinig plaatsen waar je hond vrij mag lopen. Daarom is een losloopweide in je buurt een extraatje voor je huisdier. Veel mensen gaan met dierendag naar deze plekken en zijn er dus genoeg speelmaatjes te vinden. Zelfs als je een konijn, rat of ander knaagdier hebt, kan je eens experimenteren met vrij rondlopen. Het is fijn om eens niet in een kooi te moeten vertoeven en onder toezicht kunnen ook deze dieren zonder probleem rondhuppelen in huis of de tuin. Huisdieren werden vroeger altijd genomen vanwege het praktische nut. De hond was er als waakhond, koeien geven melk, kippen geven eieren en de poes kon muizen, ratten en insecten vangen. Tegenwoordig nemen wij een huisdier voor de gezelligheid, om te aaien, mee te spelen en omdat ze er zo lief uitzien. Huisdieren in Nederland staan in onbekend om veel verwend te worden. Niet zoveel als de chihuahua van Paris Hilton, maar in Nederland mogen dieren vaak doen wat ze willen. Ze worden vaak beschouwd als lid van de familie. Als u met uw Nederlandse huisdier gaat reizen, dan moet u een speciaal paspoort laten maken. Dit geldt in ieder geval voor het reizen met honden, katten en fretten, zowel binnen als buiten de EU. En nu het antwoord op het Christmas zojuist. Welk huisdier komt volgens u het meest voor in Nederland? In totaal leven er rond de 31 miljoen huisdieren in Nederland. 4 miljoen gezinnen hebben één of meerdere dieren. Er zwemmen maar liefst 18 miljoen vissen rond in Nederland. Niet zo heel gek, want in het gemiddelde aquarium zitten er meer als 20 vissen. Naast de vis komen de kat en de vogel het meest voor. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Wat voor huisdier heeft u thuis? Of welk huisdier zou u graag willen hebben? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Rotterdam is een van de grootste zeehavens ter wereld. Alleen de havens van Shanghai en Singapore zijn groter dan die van Rotterdam. De Rotterdamse haven is wel de belangrijkste van Europa. Het havengebied is 40 kilometer lang en telt meerdere havens. Ieder jaar begin september wordt er een groot feest georganiseerd voor en door de Rotterdamse haven. En dit feest wordt Wereldhavendagen genoemd. In deze les leren we over de Rotterdamse haven en de Wereldhavendagen, die hier ieder jaar gehouden worden. Hoeveel mensen komen er jaarlijks naar de Wereldhavendagen, denkt u? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Ieder jaar begin september staat de Rotterdamse haven een weekend in het teken van de Wereldhavendagen. Met vuurwerk, honderden schepen en spektakels op de Nieuwe Maas. Tijdens dit evenement krijgen bezoekers toegang tot plekken in de Rotterdamse haven waar normaal niemand mag komen. Er zijn honderden demonstraties van schepen die op de Nieuwe Maas laten zien tot waar ze toe in staat zijn. Iedere zaterdag wordt er vuurwerk afgestoken bij de beroemde Erasmusbrug, die volgens vele mensen lijkt op een witte zwaan en de skyline van Rotterdam tekent met haar aanwezigheid. Als je op tijd met kaartjes kopen bent, dan kunt u dit vuurwerk bezichtigen vanaf het water. Maar is het vanaf de kop van Zuid net zo mooi te bewonderen? Vaak is het vuurwerk te bewonderen onder het genot van een concert van bijvoorbeeld een van onze wereldberoemde DJ's Armen van Buren of Tiësto. De Wereldhavendagen zijn voor vele marinebedrijven perfect om te laten zien hoe ze presteren op zee. Zo heeft de Koninklijke Marine en de Nederlandse Brandweer een podium bij uitstek om te tonen hoe ze zorgen voor veiligheid op en vanaf zee. Dankzij hun hebben wij een vrije doorvaart op de Wereldzeeën en zijn zij hierdoor belangrijk voor Rotterdam en de Nederlandse economie. Deze shows zijn vaak gevuld met spectaculaire nepkalamiteiten, zoals het blussen van een brandend schip. Naast dit zijn er ook veel activiteiten voor de kinderen, die eigenlijk alleen maar als held de dag willen doorbrengen. In 2010 is Rotterdam benoemd tot IFAA, International Festivals and Events Association, het World Festival and Event City. Naast dat het de grootste overslaghaven van de wereld is, staat Rotterdam ook bekend om haar brede aanbod van internationale culturele en sportevenementen. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: hoeveel mensen komen er jaarlijks naar de Wereldhavendagen, denkt u? Het weer is in de maanden van september nogal wisselvallig, en daardoor trekken de Wereldhavendagen elk jaar een verschillend aantal bezoekers aan. Geschat wordt dat de toestroom ieder jaar ergens ligt tussen 400.000 en 425.000 mensen. Dat zijn heel wat voetbalstadions vol. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Is de haven in uw land ook zo groot en hebben jullie ook daar een speciale feestdag voor? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Dag van de Arbeid is een officiële feestdag op 1 mei die niet afgedwongen is door de regering, maar juist door het volk. Deze feestdag kent geen jaloezie of haat en is voor alle sociale klassen bedoeld. Opgericht om de krachten van het land te verbroederen, geïnspireerd door hetzelfde idee en ideaal. In deze les leert u wat de Arbeidersdag inhoudt en hoe die in Nederland gevierd wordt. Kent u de naam van het strijdlied dat hoort bij de 1 mei-vieringen? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De dag van de arbeid wordt jaarlijks op 1 mei herdacht. Op deze dag staan vele landen stil bij de strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering. Zo ook Nederland. De dag van de arbeid vindt zijn oorsprong in de 15e eeuw, toen de strijd voor een achtuurige werkdag werd geleverd door Engelse ambachtslieden. Deze kenden in die dagen werktijden van 14 tot 16 uren per etmaal. Pas in 1856 bereikten werkgevers en werknemers in Engeland overeenstemming over het beperken van een arbeidsdag tot 8 uur. Dit gaf een voorbeeld aan andere landen om te strijden tegen oneerlijke arbeidsomstandigheden. Nergens is dit feest een heel groot feest van de arbeid. Dat wil zeggen, geen grote fanfare met rode vlaggen en duizenden werknemers die optrekken in hun fanfare en arbeidsvoorkeuren opdringen. Het is een klassieke meiviering geworden met een optocht en een speech waarin de arbeider centraal staat. De optochten zorgen dat de straten gevuld zijn met praalwagens, turncarpsen en verschillende vrijwillige fanfares. Op sommige plaatsen worden stoomlocomotieven speciaal voor deze dag klaargemaakt en versierd met de prachtigste bloemen. De datum 1 mei is niet zomaar gekozen. In Noord-Amerika is 1 mei de Moving Day, de dag waarop alle bestaande arbeidscontracten worden vernieuwd en zo ook bestaande woonruimtecontracten. In veel landen, onder andere in Frankrijk, is 1 mei een doorbetaalde vrije dag. In Nederland geldt dit vreemd genoeg niet voor arbeiders. Maar wel voor een kleine groep ambtenaren. 1 mei verloopt niet ieder jaar vredeliefend. 1 mei 1891 was het begin van een wekenlange reeks stakingen die schokken teweeg brachten in het hele land. De burgerij vermoedde zelfs dat de socialisten het begin van de revolutie hadden ingeleid. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u de naam van de strijdlied dat hoort bij de 1 mei-vieringen? De naam van het strijdlied van de 1 mei-vieringen is De Internationale. Het officiële strijdlied van de arbeidersbeweging, gecomponeerd door Pierre de Geiter, wat als officieel strijdlied van de beweging werd geproclameerd. Tot 1944 was het ook het volkslied van de Sovjet-Unie. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft uw land ook een speciale dag voor werknemers? En heeft uw land ook een volkslied? Laat een berichtje achter op Dutchpad101.com. En tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Tilburgse Kermis, of Tilburg Kermis, is de grootste kermis van de Benelux. Deze kermis wordt gehouden in de Noord-Brabaanse plaats Tilburg rond het eind van juli. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit het binnen- en buitenland in een 4,5 kilometer lange rij door het centrum van Tilburg. In deze les leert u over de grootste kermis van de Benelux, namelijk de Tilburgse kermis. Weet u hoeveel jaar de Tilburgse kermis al gehouden wordt? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De grootste kermis van de Benelux loopt vanaf het Besterplein naar het stadhuisplein. En dat is een flinke wandeling. De Tilburgse kermis wordt zeven dagen voor de laatste zondag van juli rond 19 uur geopend en wordt op zondag 28 juli met vuurwerk om 22 uur afgesloten. Ze noemen de afsluiting de begraving. De drugsbezochtste dag van de kermis is de Roze Maandag, een groot gay-evenement, maar open voor ieder publiek. Iedereen is in zijn meest uitbundige kostuum en komt om extreme figuren te spotten. Naast de attracties een perfecte manier om te genieten van dit geweldige feest. Vanwege de ongelofelijke grootte van de kermis worden de attracties op een interessante manier georganiseerd, namelijk door middel van verpachting. In het najaar plaatst de gemeente een advertentie dat de kermis er weer aankomt. Hierin staan enkele voorwaarden en kunnen exploitanten een inschrijfformulier aanvragen. Hierop moeten ze zaken invullen als de afmeting van hun attractie, het gewicht en de locatie. Zo kunnen ze zich aanmelden voor elk van de pleinen. Koningsplein, Bestertplein, Spoorplein en Spoorlaan. Het is een hele klus om alle attracties op hun plaats te krijgen. Daarom beginnen de voorbereidingen al weken van tevoren. Als u op de kermis naar de grond kijkt, dan ziet u dat er voor iedere attractie een mooi vak is uitgetekend. Het uitzetten gebeurt in Tilburg vanaf ongeveer een maand van tevoren. Dit is geen klein werkje, want alles moet natuurlijk precies passen. Daar komen zelfs landmeters aan te pas. Zelfs de bushokjes, lantaarnpalen, bloembakken en al het andere wat in de weg komt van de kermis wordt uit de weg gehaald. Soms worden zelfs de bomen bijgesnoeid. Een kermis tien keer zo groot als de Tilburgse kermis is te vinden in München. Deze kermis wordt gehouden als deel van het grootste volksfeest ter wereld, namelijk het welbekende Oktoberfeest. Jaarlijks trekt dit evenement meer dan 6 miljoen mensen aan. En nu het antwoord op het Christmas zojuist. Weet u hoeveel jaar de Tilburgse kermis al gehouden wordt? In 2010 bestond de Tilburgse kermis precies 440 jaar. Hoewel de kermis met de tijd is meegegaan en dus voor het merendeel nu uit moderne attracties bestaat, heeft ook de nostalgische kermis met historische attracties op het Willemsplein een vaste plaats behouden. Dit om niet de oude kermisfeer te vergeten. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Lijkt het u ook niet geweldig om naar deze kermis te gaan? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is het grootste filmfestival van Nederland dat sinds 1972 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. Elk jaar gaat eind januari in Rotterdam een gras van films in première die gedurende de rest van het jaar in Nederland te zien zullen zijn. Onder deze films verstaan wij vele korte en lange films uit alle delen van de wereld. In deze les leert u over het International Film Festival Rotterdam. Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders bedoeld is? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Tijdens het grootste filmfestival van Nederland staan de kleinere, onafhankelijke en artistieke films van vaak weinig bekende regisseurs centraal. Hoewel er niets tegen Hollywoodfilms is, en deze ook gedraaid worden, Trekken de kartenfilms de meeste bezoekers tijdens dit festival? Het festival houdt niet op bij de uitgang van de filmzaal. Naast filmvertoningen is er in de programmering ook volop ruimte voor bijvoorbeeld muziek, optredens, borreltjes, talkshows en feestjes waarop volop gezongen en gedanst wordt. Een groot cultureel evenement. De kaartverkoop voor het Internationale Filmfestival Rotterdam staat ieder jaar rond 15 januari op de website van het Filmfestival Rotterdam. Lidmaatschappen op Tiger Friends en Patte kunnen al één dag eerder hun kaarten kopen. Dit zijn nationale bioscoopabonnementen die populair zijn bij zowel de jeugd als bij de ouderen. Omdat het Filmfestival als een groot cultureel evenement wordt gezien, zijn de kaarten op verschillende festivallocaties te koop. Bijvoorbeeld ook in het theater De Doelen. Ieder jaar worden de krachten gebundeld met verschillende filminstituten om een dag van première's van korte films door heel Nederland te verzorgen. Om de positie van de Nederlandse film op de internationale markt te verstevigen, staan tijdens het filmfestival de filmmakers van de Nederlandse film centraal. Aan de hand van de successen op dit filmfestival worden films geselecteerd voor de grote filmfestivalen van Berlijn, Sundance, Cannes, en nog vele anderen. Naast de bekende Tiger Awards, waar genomineerde regisseurs aan het eind met een geldbedrag van 15.000 euro naar huis gaan, zijn er ook minder grote awards die alsnog internationale erkenning en belangstelling met zich meebrengen. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Denkt u dat het filmfestival alleen voor Nederlanders is? Alle films tijdens het IFFR worden tentoongesteld in een originele taal. Vaak zijn deze films ondersteund met Engelse ondertiteling. Alleen een kleine selectie van alle films zijn volledig in het Nederlands of Nederlands ondertiteld. Nederlanders hebben een hoog niveau van zowel Engels, Duits als Frans. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke Nederlandse film heeft u wel eens gekeken? Laat een berichtje achter op Dutchpod101.com en tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Hollandse Nieve, ook maatjesharing genoemd, is de Nederlandse benaming voor de eerste jonge haring van het seizoen die geschikt is voor consumptie. Rond mei is de haring vet genoeg voor consumptie en wordt dit door heel Nederland gevierd. In deze les gaan we u leren over de bijzondere manier waarop wij Nederlanders de Hollandse Nieuwe eten en over de tijd van het jaar waarin deze het lekkerst is. Weet u wat de traditie is tijdens de eerste vangst van de Hollandse Nieuwe? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Hollandse Nieuwe wordt ook wel maatjesharing genoemd, een verbastering van maagdenharing. We noemen de vis maagd omdat de jonge vis nog geen hom of kuit bevat. Elk jaar doorloopt de haring dezelfde cyclus. In de wintermaanden is hij vrij mager en in het voorjaar begint de haring te groeien door de aanwezigheid van het vele plankton in het water. In mei, als de haring rond de 16% vet bevat, kan en mag erop worden gevist tot en met juli. Om de haring traditioneel te conserveren, wordt hij bewaard in het zout. Vroeger kwam de haring binnen via Vlaardingen, en omdat de vis tot aan het achterland moest worden vervoerd, werd deze langer bewaard in het zout. Dit maakte de visstukken zouter. Daarom is zelfs tot op vandaag de dag in bijvoorbeeld Brabant een zoutere haring meer geliefd. Ook eten Amsterdammers graag een grotere haring en Rotterdammers bij voorkeur een kleinere. Dit heeft alleen geen historische achtergrond, maar te maken met persoonlijke voorkeur. In Rotterdam en veel andere steden pak je de haring bij zijn staartje en haal je hem door de versnipperde uitjes. Vervolgens laat je de haring boven je mond hangen en eet je hem op tot aan het staartje. Terwijl in Amsterdam de haring liever eerst in stukjes wordt gesneden, om vervolgens de haring met een uitje ernaast op het bordje op te eten. Er wordt wel eens gezegd dat dit een bekakte manier van haring eten is. Veel haringliefhebbers eten de haring graag op een wit broodpuntje met ook daarbij de onmisbare uitjes. Een groene haring is de verste en lekkerste haring die je kan eten volgens de Nederlanders. Deze haring wordt na vangst op het schip gesuiten en direct gegeten. Tegenwoordig is de groene haring wettelijk niet meer toegestaan omdat haring eerst 24 uur bevroren dient te worden. Dit vanwege mogelijke besmettingsrisico's. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat de traditie is tijdens de eerste vangst van de Hollandse Nieuwe? Als in Amsterdam de Nieuwe Haring wordt binnengebracht, is het traditie om de haringwagens en de schepen met vlaggetjes te versieren. De schepen zijn alleen versierd als de vangst gelukt is. Oefent u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u wel eens haring gegeten? En bent u benieuwd naar de Nederlandse haring? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De ABN AMRO Marathon Rotterdam wordt ieder jaar georganiseerd aan het begin van april. Naast de vele duizenden lopers staat de absolute wereldtop ook weer aan de start op de lijn van de Coolsingel, die met mensen bepakt is. Het marathonweekend is een mix van sport en volksfeest. Geen andere marathon in Nederland kan de sfeer in Rotterdam even met ruim 925.000 enthousiaste toeschouwers langs het parcours. In deze les gaan we het hebben over de marathon Rotterdam. Ja. Weet u in welke Nederlandse film de marathon Rotterdam centraal staat? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De populariteit van hardlopen is de afgelopen vier decennia in Nederland spectaculair gestegen. Met ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland die aan hardlopen doen, is het dan ook de derde sport van Nederland. Maar liefst 1,6 miljoen mensen loopt minstens één keer per week en 1,3 miljoen mensen doet daarbij regelmatig mee aan hardloopevenementen. Hardlopen heeft een zeer positief imago. Het is een sport voor doorzetters en is goed voor de gezondheid. Om het voor iedereen een onvergetelijke ervaring te maken, wordt er naast de marathon ook de Rotterdam Running Experience georganiseerd. Dit is een grote samenkomst van tientallen bands, DJ's, orkesten en grote schermen met aanmoedigingsberichten langs het parcours. De Rotterdam Running Experience bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Heartbeat of Rotterdam, een terugkerend muziekonderdeel en het succesvolle initiatief de Marathon Supporter. Om de renners aan te moedigen staan er ieder jaar weer duizenden toeschouwers langs de zijlijnen te juichen. De toeschouwers slepen immers de lopers op moeilijke momenten erdoorheen en geven iedere deelnemer bij de finish een heldenontvangst. Dat leidt ertoe dat iedere loper met een onverslaanbaar gevoel naar huis gaat. Met de marathon supporter kunnen toeschouwers een persoonlijke aanmoediging sturen naar hun marathonloper. Tijdens de race op twee punten langs het parcours staan grote elektronische schermen. Lopers zien op het moment dat ze langs deze locaties lopen de persoonlijke berichten die voor hun zijn ingestuurd. Sinds 2011 wordt er op de zaterdag voorafgaand aan de marathon de ABN Amro Kids Run gehouden. Dankzij deze extra activiteit speelt dit jaarlijkse evenement een nog bredere maatschappelijke rol door jong en oud aan te zetten tot een gezonde levensstijl. En nu het antwoord op het Christmas zojuist. In welke Nederlandse film staat de Rotterdamse Marathon centraal? De in 2012 uitgekomen film De Marathon. Een Nederlandse film die tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht... het Gouden Kalf voor de UPC-Publieksprijs won. De grootste prijs van het Nederlands Filmfestival. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u wel eens een marathon gelopen, of zou u er wel eens één een willen lopen? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com en tot de volgende keer. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Ieder jaar wordt de Alkmaarse Kaasmarkt gehouden vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de eerste vrijdag van september. Alkmaar trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers vanuit de hele wereld aan om te komen kijken op de kaasmarkt. Het is dan ook een bijzonder gezicht om een plein vol kaas en sjouwende kaasdragers te zien. In deze les leren we over de wereldberoemde Nederlandse kaasmarkt in Alkmaar. Weet u waar het begrip van een steekproefnemer vandaan komt? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. In 1365 bestaat Alkmaar één kaasweegschaal. In 1612 al vier. Met de tijd werd Alkmaar meer en meer geavanceerder in het handelen van kaas. In 1595 werd de Kaasdragergilde opgericht en was het plein van Alkmaar volledig voorzien van alle middelen om grote hoeveelheden kaas te verhandelen. De markt heeft altijd op het Waagplein plaatsgevonden. Dit plein is verschillende malen vergroot, maar liefst acht keer vergroot tot de huidige oppervlakte. Hieruit blijkt het grote belang van de kaashandel voor de stad. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om per beroepsgroep een gilde op te richten. De kaasdragers deden dit in 1595. Het kaasdragersgilde bestaat uit 30 mannen plus de kaasvader. Een kaasdrager kan diverse functies bekleden. Kaasdragers zijn gemakkelijk te herkennen aan hun traditionele kledij. De verschillende afkomsten van de kaasdragers zijn te herkennen aan de kleur van hun hoeden. De klant komt op de markt en kiest de kaas die hij of zij wilt hebben. Natuurlijk mag er eerst geproefd worden. Als de partij verkocht is en gewogen, dragen de kaasdragers de kazen kaas de markt over, richting de vrachtwagens van de kopers. De kaas wordt vervoerd op een zogenoemde houten berry, die tussen twee kaasdragers inhangt. Dit is een simpele draagplank die groot en sterk genoeg is om ongeveer 8 goudse kazen te dragen, van elke zo'n 13 kilogram. De Nederlandse zwart-witte koe is wereldwijd erg populair vanwege de hoge melkproductie. In Nederland lopen er iets van 1,5 miljoen koeien rond. Voor de kaasmarkt is de Nederlandse koe heel gunstig, want kaas is immers een concentratie van de meeste vaste stoffen in melk. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Weet u waar het begrip een steekproefnemen vandaan komt? Tegenwoordig als we horen van het begrip een steekproef of monster nemen, dan denken we aan een statistisch gegeven. Terwijl de term eigenlijk oorspronkelijk afkomstig is van de kaasmarkt, waar de keurmeester met een kaasbor in de kaas stak om uit het midden van de kaas een stukje te keuren op kwaliteit. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft u al eens een stukje echte Nederlandse kaas geproefd? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com en tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De Wereldtuinbouw-tentoonstelling, oftewel de Floriade, wordt sinds 1960 één keer per tien jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Nederland staat wereldwijd bekend om de prachtige bloemen die het levert en viert, dit dus eens in de tien jaar. De Floriade is de opvolger van de Flora-tentoonstellingen. Daarnaast wordt er door de Keukenhof ieder jaar een bloemenkarso georganiseerd. In deze les leren we u over de Nederlandse Floriade. <truimert> Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden wereldtuinbouwtentoonstellingen en is dan ook onderdeel van andere beroemde bloemententoonstellingen die wereldwijd worden gehouden. De laatste Floriade van 2012 werd gehouden in Venlo. Eerdere Floriades werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam en in Den Haag. Ieder jaar laat de Floriade een stukje van zich achter. In Groenendaal zijn de overblijfselen van de bloemtentoonstelling in 1953 nog steeds te bewonderen. Zo heeft Groenendaal een prachtig paviljoen uit die tijd: met verwilderde narcissen en hyacinten. De Keukenhof is toch wel het mooiste lentepark van Nederland, dan wel niet van de wereld. Met meer dan 7 miljoen tulpen, narcissen en hyacinten is er een ruime 32 hectare aan geur en kleur die op je staan te wachten. In de verschillende paviljoens wisselen 30 bloemen- en plantenshows elkaar af. Naast deze paviljoens zijn er ook 7 inspiratietuinen voor de creatieveling onder ons. Vele kunstwerken die te danken zijn aan deze inspiratiebron, vinden dan ook hun weg terug naar de keukenhof en komen goed terecht tussen de bloemen. Een karso is een typisch Nederlands verschijnsel. In Nederland zijn er zo'n 20 karso's. We hebben het net over de twee bekendste gehad. Nederlands grootste karso is dat van Zundert, dat plaatsvindt op de eerste zondag in september. De Sunderster Corso kwam zaterdag 13 oktober 2012 als eerste Nederlandse traditie op de landelijke inventaris van immaterieel cultureel erfgoed en is ieder jaar een gigantisch succes. Daar de Keukenhof een duidelijke band heeft met de bedrijfsmatige bloemen- en bollenteelt, is het Sunderster Corso geheel voor het amusement georganiseerd. De plannen voor de Floriade van 2022 liggen al klaar. Zo heeft de regio Boskoop samen met zeven gemeenten en de provincie Zuid-Holland een voorstel gedaan om de komende Floriade te organiseren in het hart van Holland. Het gebied waar de tuinbouw groot geworden is en nog steeds de motor is van die regio. En nu het antwoord op de quiz zojuist. Welk Nederlands spreekwoord over bloemen heeft als betekenis feestvieren? Het Nederlandse spreekwoord de bloemetjes buiten zetten heeft betrekking op de versieren van een stad of een dorp voor een feest. Het spreekwoord heeft dan ons betekenis ook feest vieren. Een passelijk spreekwoord voor tijdens de bloemencorso's. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Wat is uw favoriete bloem? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen! Mijn naam is Gabriella. De Amsterdam Gay Pride is een feestelijk evenement met een homocultureel karakter. Het wordt sinds 1996 jaarlijks gedurende het eerste weekend van augustus gehouden in de binnenstad van Amsterdam. In deze les hebben we het over het meest vrolijke en roze feest dat bestaat in Nederland. Weet u wat de kleuren zijn van de Gay Pride-vlag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Trotsheid is ieder jaar tijdens Gay Pride bij alle deelnemers zichtbaar. Duizenden mensen die trots zijn op hun identiteit en daar ook voor durven uit te komen, komen massaal op dit evenement af. In Nederland en vooral in Amsterdam kan dat dan ook zonder probleem, want eerbied voor ieder sociale of culturele achtergrond staat hoog in het vaandel. Door deze mentaliteit is de Amsterdam Gay Pride ook een van de drukst bezochte publieksevenementen van Nederland. Anders dan de naam doet vermoeden, is de Gay Pride niet te verwarren met de protestvollere Gay Parades elders in de wereld. Die hebben wij in Nederland ook aan het eind van juni. Alleen heet dit evenement Roze Zaterdag. Ieder jaar vindt Roze Zaterdag in een andere stad plaats. Terwijl de Gay Pride ieder jaar in Amsterdam plaatsvindt, de stad met zijn prachtige grachten. Waar dan ook meer dan gebruik van gemaakt wordt tijdens de kanaalparade, het hoogtepunt van de Amsterdam Gay Pride. Een bonte stoet van boten varen door de grachten vanaf het Westerdok naar het Oosterdok. Naast de populaire botenparade zijn er op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag diverse straatfeesten in de diverse bekende uitgaansstraten voor homo's in Amsterdam. Ook wordt er een specifiek sporttoernooi georganiseerd en inhoudelijke conferenties. In de multiculturele samenleving die wij samen vormen in Nederland, hebben we ontzettend veel respect voor elkaars geloof, mening en dat de vrijheid van één niet wordt ingeperkt door de vrijheid voor de ander. Daarom staan wij met z'n allen dan ook ieder jaar achter dit fantastische en leuke evenement. Wist u dat de eerste boottocht wegens te weinig aanmeldingen bijna werd afgelast? De organisatoren verwachten geen bezoekers. Toen de organisator voorop voer om bij het startpunt te gaan kijken, zag hij tot zijn verbazing dat alle bruggen bomvol mensen stonden. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: Weten wat de kleuren zijn van de Gay Pride vlag? De vlag voor de Gay Pride heeft de kleuren van de regenboog en bestaat uit zes of soms zeven egale stroken. Deze vlag wordt niet alleen gebruikt voor de homobeweging, maar ook door de vredesbeweging. Twee gemeenschappen die goed samengaan. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Heeft uw land ook een speciale dag voor de homo's? En wat vindt u van zo'n dag? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Op 8 maart wordt in Nederland door een vrouwengroepen en vrouwenorganisaties de Internationale Vrouwendag gevierd. In deze les gaan we het hebben over de Internationale Vrouwendag. Hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, seksueel geweld, discriminatie en racisme van de vrouw. Zoals vroeger wordt er niet meer gestaakt op deze dag. Maar wordt er wel om aandacht van de media gevraagd. De eerste stakingsdag van vrouwen vond plaats op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door de sterke opkomst van vrouwen. Deze dag schreef geschiedenis en gaf het voorbeeld aan vele vrouwen overal op de wereld. Wist u dat vrouwen in Nederland en België op grond van wettelijke regels voor even niet toegelaten werden tot de politiek? Het openbaar bestuur of zelfs scholen of universiteiten. Werk dat vrouwen deden werd niet waargenomen of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Tegenwoordig is hier niets meer van te zien en is Nederland een van de meest vrouw geëmancipeerde landen. Een grote verandering in de macht van de vrouw was te zien in de samenstelling van de bevolking vlak na en tijdens de wereldoorlogen. Doordat mannen in het leger vochten voor het land werden er door een gebrek aan mannen vrouwen aan het werk gezet. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en terug te gaan naar het aanrecht. Feminisme beïnvloedde zelfs de mode in deze tijd, omdat vrouwen wegens het vele werken liever praktische kapsels droegen. Dit viel niet gelijk in de smaak bij de mannen. De verhouding tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk. Van de totale Nederlandse bevolking zijn 49,5% man en 50,5% vrouw. In de leeftijdsgroepen zelf zien we dat er relatief gezien meer jongetjes geboren worden dan meisjes. En nu het antwoord op de quiz van zojuist: hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit? Alette Jacobs was de eerste vrouw in Nederland die een hogeschool bezocht. Ze begon haar studie om arts te worden in 1871. Hiermee tekende ze het begin van de vrouwenemancipatie. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Worden vrouwenrechten ook in uw land gevierd? Laat een berichtje achter op DutchPod101.com Doei!